Werken met de atlas. Hoe doe je dat? In een atlas staan allerlei informatieve kaarten over de verschillende onderwerpen en plekken. Wanneer je gegevens nodig hebt voor het oplossen van een vraag, kun je de atlas gebruiken om op te zoeken wat je nodig hebt. Natuurkundige kaarten laten bijvoorbeeld de hoogteligging, rivieren en soorten begroeiing zien. Staatkundige kaarten laten grenzen van gebieden, steden en bijvoorbeeld wegen zien. De atlas is een heel groot boekwerk. Daarom lijkt het misschien lastig om er makkelijk dingen in op te zoeken. Toch zijn daar verschillende manieren en tips voor. In het namenregister staan alle topografische namen die gebruikt worden in alle kaarten in de atlas. Voor in de bosatlas staan bladwijzers waar je makkelijk overzichtskaarten kunt vinden. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.